begonnen als trainee bij Van Atten Blankenvoort. Van daaruit werkvoorbereiding gedaan, een aantal jaren uitvoerder geweest, projectcoördinator op een aantal werken. En sinds 6 jaar projectleider op een aantal voorgaande werken en uiteindelijk hier projectleider op dit werk geworden. We staan nu op kunstwerk 25 van de Westrandweg. Dat is een 3,3 kilometer lang viaduct over land die aansluit straks op de nieuwe Koentunnel. Waar ik goed in ben is het managen van mensen. Dus aanvoelen wat er bij mensen leeft en ze daarop bijsturen. Het coachen van mensen in hun werkzaamheden. En zelf ook een stukje technisch know-how wat ik bij mezelf heb. Ik ben hartstikke trots op het werk wat we leveren hier. Zowel ikzelf als de mensen die het maken. En waarom zijn we nou trots op dit soort werk? We zetten echt iets visueels neer wat tastbaar is. Dus als mensen langs rijden kunnen ze zien waar we mee bezig zijn. En zoals al gezegd, ik doe het niet alleen. Ik doe het samen met een heel groot team. En iedereen draagt daar zijn steentje in bij. En dat maakt mij trots op het werk wat we leveren. Wat ik zelf nog een keer leuk zou vinden is een grote brug. Een grote tuibrug of iets dergelijks. Maar eigenlijk maakt het mij niet zo heel veel uit. Alle projecten die wij doen zijn spectaculair en mooi.